welkom kunnen we niet hebben. Hè? En een bijzonder woord van welkom wil ik ook nog even richten aan onze burgemeester, Erika van Lente, die in ons midden is en al heel vertrouwd is met dit deel van de gemeente. Vanmiddag zijn we dus bij elkaar om de presentatie van het boek Mooi Plat mee te maken. Met algemeen beschaafd Nijluzens en algemeen beschaafd Nederlands bindt de mensen veel rieker. Het doel van de uitgave is bewaren van dialect van Nijluzen, Nijluzen bewust maken van de eigen taalrijkdom en het eigene van Nijluzen onderstrepen. Ik hier net in een ontvangst heb genomen. Ik wil een paar dingen kort met u delen. Ik wil beginnen eigenlijk met de liefde. En ik eindig met een ontboezeming. En het gaat kort duren. Maar ik begin even met mijn eerste liefde. En dat is eigenlijk taal. Ik heb zelf talen gestudeerd. Ik spreek er 4 vrij goed. En 3 wat minder goed. En eigenlijk combineer ik die liefde graag met een andere liefde. En dat is de liefde voor het Neder-Saksisch taalgebied. Ik ben het product van uiteindelijk 4 grootouders die in het Neder-Saksisch taalgebied wortel hebben geschoten. Ik zal ze even met u doornemen. Ik had een opa die kwam van Grijpskerk. En die luisterde naar de mooie Groninger naam Tamme Grasmeijer. En ik had een oma, die kwam van Assen. En die heette Fanny de Jonge. En ik herinner me heel goed mijn oma die daarna met die opa naar Raalte toog. En als ik dan een beetje enge dingen deed als klein kind, dan zei ze altijd het Griesmion. En ik heb begrepen dat dat Drents is. En in het Gronings zeggen ze het Ismitaal, geloof ik. Dus het Griesmion of het Ismitaal. Dat is ongeveer niet zulke enge dingen doen, klein kind. Mijn grootvader Bertus van Lente en mijn oma Rik van der Kolk. Nou, daar heb ik eigenlijk pas echt goed leren luisteren naar het plat. Want mijn oma, die mensen zeggen vaak dat ik snel spreek. Nou, dan heb je Rik van der Kolk niet gehoord. Jenny kan dat bevestigen, denk ik, en Dries ook wel. Mijn oma die sprak ontzettend plat, ontzettend snel en ontzettend binnensmonds. En tel daar even bij op dat ik opgroeide in Lelystad. En al Lelystad, daar was het hartstikke leuk, man. Maar daar spraken we zeker geen Neder-Saksisch. En eigenlijk die liefde voor het Neder-Saksisch taalgebied en voor die taal, die leidt ertoe dat ik ook nog steeds wel een grote voorliefde heb voor ook muziek van het Neder-Saksisch taalgebied. En ik moet me nog wat meer verdiepen in de muziek die van hier komt. Maar ik hou ontzettend van Groninger artiesten. Marlene Bakker, Erwin de Vries, Ede Staal. Maar ook Henk-Jan de Groot. Prachtige liederen allemaal. Maar ik denk eigenlijk dat daarmee Aartje ook prachtig werk heeft geleverd om ook een onderdeel van het Neder-Saksisch, het Nijluzens, het platform te geven wat zo'n taal ook verdient. Namelijk zo'n prachtig boek, zo'n prachtig woordenboek. Verstaat u dialect? Het dialect versta ik wel. Ik spreek het zelf wat minder goed. Maar ik versta het zeker wel. En dat heb ik te danken aan mijn oma uit Raalte. Ja, want wat heeft u met dialect? Nou, ik heb ontzettend veel met taal. Ik heb zelf ook Frans en Spaans gestudeerd. Dus ik ben echt wel een talig mens. Maar ik heb hier net bij de uitreiking van het boek moeten vertellen, moeten ontboezemen dat ik geen Nijluzens of geen plat van hier nog spreek. Nee, dat lijkt me ook moeilijk, want wat er al gezegd werd, er is tussen Nijluzen en Dalfsen al een verschil. Ja, zeker. Maar het Neder-Saksisch, waar het onderdeel van is, Nijluzens en het Dalfsens en alle talen hier in Salland en in Overijssel, net als in Drenthe en Groningen, zijn Neder-Saksisch. En dat lijkt ook ergens allemaal weer op elkaar. Ja, want in Groningen had u ook wat met taal, met het Gronings? Ook daar gold dat ik het wel verstond, maar niet zelf sprak. Dat is een soort rode draad, vrees ik, met het Neder-Saksisch. Daar is niks mis mee, denk ik. En ik heb nu een heel mooi boek gekregen en net ook nog een aanbod uit de zaal om zelfs nog Nijluzens te komen oefenen bij mensen. Dus misschien wordt het toch wat. Ja, maar u zei al boeken lezen, u leest veel, maar u loopt nog wat achter. Ik loop nog wat achter, maar dat heeft ermee te maken dat er hier vooral in Nijluzen zoveel boeken op mijn pad komen, dat ik er dat ik in een sneller tempo uitgereikt krijg dan ik uit kan lezen. Ja, en de opkomst te zien vanmiddag, leeft het hier wel?
Ja, het is een hele zaal vol geweest met mensen die zich geïnteresseerd hebben getoond in dat boek, in dat mooi plat. En dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Ja, dat leeft, maar de geschiedenis leeft denk ik ook. Ja, volgens mij heeft de historische vereniging hier een behoorlijk aantal leden. Exacte aantal weet ik niet. En daar waren ook heel veel mensen van aanwezig. Dus het is de combinatie van de historie en de taal. En blijkbaar is dat een succesnummer. Wanneer kwam je op het idee zo'n boek te maken? Geen idee. Dat is echt gaandeweg gegroeid in samenwerking met de historische vereniging. Ik ben het niet gaan verzamelen met het doel om er een boek van te maken. Ja, hoe lang doe je erover? Jaren heb ik erover gedaan, omdat het altijd tussendoor moest. Had ik weer een voorraadje woorden of gezegdes, dan ging ik ervoor zitten om ze op te schrijven. En dan was soms weer weken dat je er niks aan deed. Hey, hoe oud is het oudste gezegde? Oh, geen idee. Ik weet wel dat er een oud woord in staat, wat nog van voor 1500 is. En welk woord is dat? Dat is de wilde wepen. Dat is, zeggen ze hier tegen hondsroos, wordt de wilde wepen genoemd. En ik begreep maar niet waar dat wepen vandaan komt. Dus ik googelen en toen kwam ik uit bij wependoorn. En dat is voor 1500 werd dat woord al gebruikt. Ja, dus het is een best boek. Hoeveel gezegden en woorden staan erin? Ik weet het niet precies, maar het is woorden ook ruim 1400 en de gezegden ook nog eens ruim 1400. En dat allemaal in het Nieuw-Leusdens? In het Nieuw-Leusdens, ja, zeker. En kunt u ze ook allemaal goed uitspreken? Als ik alleen ben wel. Maar ik vraag heel vaak aan mijn man en mijn schoonvader van hoe zegt ze dat hier. Wat is het verschil met Dalfsens, Staphorstens en Nieuw-Leusdens? Sowieso de tongval is heel anders, maar ook de uitspraak van woorden. Bijvoorbeeld hier zeggen ze eulie tegen olie, maar 5 kilometer verderop is ullie. Dat klinkt al heel anders. Ben je er nou wekelijks mee bezig met het dialect? Nou, het is wel helemaal gewoonte geworden overal waar je bent, dat je luistert. He, is er nog een woord dat ik nog niet heb? Of een uitdrukking? Ja, tegeltjes en dergelijke. Ja, let ik ook op natuurlijk. Maar die vind je het Nieuw-Leusdens niet zoveel. Nee, wanneer komt er nog weer zo'n boek? Geen idee, geen idee.